Universiteit van Nederland. Heerlijk. De augurk. Heel lekker zuur. Lekker fris. Die is echt heel lekker. Maar ook boordevol bacteriën. Heeft het liggen rotten? Het zal wel niet dodelijk zijn, toch? Anders geven jullie het niet. Ik heb nu echt geen zin om dit in mijn mond te stoppen. Deze augurk heeft gecontroleerd liggen rotten. Hij is gefermenteerd. Bij fermenteren maken we gebruik van bacteriën en schimmels om onze voeding langer houdbaar en dus voedselveiliger, maar ook voedzamer te maken. In deze aflevering duiken we in verrot voedsel. Op culinair niveau. Zure haring, camembert, bier. Waarom vinden we bacteriën en schimmels zo lekker? Die vraag beantwoorden we met Remco Havermans, die we net al even hoorden, historicus Kim Beerde en scheikundige Marten Walvoort, die met redacteur Eliana al klaar staat in de keuken om verse augurken te fermenteren. Ja, verse augurken, dat bestaat dus gewoon. En daar voegen we dan lekker veel bacteriën aan toe. We gaan vandaag expres voedsel laten bederven. Nou, bederven, dat is niet helemaal eerlijk. Want ja, voor bederven en voor het rotten van voedsel, dat zijn eigenlijk bacteriën en schimmels, die wil je juist niet. Maar we gaan het juist hebben over micro-organismen, dus hele kleine beestjes eigenlijk, die ons juist helpen om ons voedsel lekkerder te laten maken en echt door wat we noemen fermenteren. Maar dan hebben we het dus ook over bacteriën, schimmels. Ja, we hebben het over bacteriën, schimmels en gisten, die eigenlijk voor ons de chemische reacties uitvoeren. Bacteriën, schimmels en gisten zijn drie micro-organismen. Onze kleine microchefs, die voor ons het harde werk doen. En aan wat voor soort voedsel moet ik dan denken? Nou, bijvoorbeeld een hele mooie is yoghurt. Yoghurt, ja, wordt eigenlijk gemaakt door melkzuurbacteriën. Nou, een andere is biertje, zit gist in. En natuurlijk de kaas. En in dit geval de blauwe schimmelkaas, waar echt die schimmels zorgen voor de karakteristieke blauwe schimmelsmaak. Dus daar zitten allemaal levende beestjes in. Ja, dat klopt. Die doen het werk voor je eigenlijk. En ik kan het je ook laten zien. Want je kunt die kleine levende beestjes, bijvoorbeeld bacteriën in de yoghurt, kun je zien onder een microscoop. We zoomen in op de kleine microchefs die in jouw yoghurt zitten. Gewoon die uit de supermarkt. Tijd om een kijkje te nemen door de microscoop. En dan zie je eigenlijk die grote klonten die niet bewegen. Dat zijn de eiwitten die in de yoghurt zitten. En kleine bolletjes en langere staafjes, dat zijn echt allerlei vormen van melkzuurbacteriën die dus in de yoghurt zitten en van yoghurt yoghurt maken. Ze leven dus ook nog? Zeker leven ze. Ja, het zijn levende melkzuurbacteriën in je yoghurt. Melkzuurbacteriën zijn echte bacteriën die in melk fermenteren. Dus die zetten bijvoorbeeld lactose, dus suikers in melk, zetten die om in bijvoorbeeld melkzuur. En dan gaat inderdaad melk, wordt er zuurder van. En dat is dus een molecuul die bacteriën de hele tijd maken. En daardoor wordt het ook dikker. Kan je het een beetje zien als het poep van de bacteriën? Het is wel een uitscheidingsproduct. Laten we het daarop houden, ja? Maar goed, daar houden we dus ook van. Poep dus. Al die microchefs maken ons eten lekker en dan eten we ze op. Bedankt hè, voor het harde werk. Voedingswetenschapper Remco Havermans legt uit waarom deze bacteriën en schimmels zo goed voor ons zijn. Bijvoorbeeld met groenten. Als je daar bepaalde culturen, bacteriën aan toevoegt om te fermenteren, dan kan het zo zijn dat die bacteriën ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld bepaalde vitamines worden toegevoegd aan de groenten, aan bijvoorbeeld kimchi. Dat kunnen vitamines zijn zoals vitamine B12. Dat zit van nature helemaal niet in groenten. Maar dankzij die bacterieculturen wordt dat een klein beetje aan toegevoegd. Onder de streep gezien is gefermenteerde voeding voedzamer en dus beter voor ons lijf. En dat registreren we. Slim mechanisme. Komen we zo op terug. Eerst willen wij de proef op de som nemen. We hebben een testpanel bereid gevonden verse en gefermenteerde producten te proeven. Wat is lekkerder? We beginnen met de rauwe augurk. Komkom maar. Ja, komkommer, proef ik. En nu de gefermenteerde augurk. Prima, een beetje zuur. Er zit natuurlijk meer smaak aan een augurk. Duidelijk, de gefermenteerde augurk wordt beter beoordeeld. Over het algemeen vinden we dat helemaal niet zo lekker. Dat is best wel een typische smaak die er aan zit. Hè? Aan heel veel van het gefermenteerde eten. Dat moet je eerst nog iets leren overwinnen. En dat leer je alleen maar door het vaker te proeven. Door te proeven en te proeven. Leanne Birch die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En die zei in eerste instantie, toen ze de eerste studies had gedaan, van nou, ik denk dat je wel 10 tot 15 keer hetzelfde moet proeven voordat jij of je kind bijvoorbeeld zuurkool lekkerder gaat vinden. Maar in later studies kwam ze daarop terug, want toen ontdekte ze dat het vaak heel sterk afhangt van hoeveel iemand al heeft geproefd in zijn leven. Dus hoeveel verschillende dingen iemand al heeft leren eten,
Want hoe meer verschillende dingen je lust, des te makkelijker ook het wordt om nieuwe dingen te gaan waarderen. Gefermenteerde augurken zijn voor ons panel niets bijzonders. Straks zetten we iets voor ze neer dat ze minder kunnen waarderen. Echt alsof ik gewoon een koeienstal in mijn mond heb. Dat is het gewoon. Alsof je gewoon een boerderij oploopt. Ah, gadverdamme. Eerst terug naar de keuken, waar Marten en Eliane zich buigen over een echte Hollandse klassieker. Haring. Het fermenteren van haring is best wel heel lastig. Zodra de haring gevangen is, moeten eerst alle organen eruit gehaald worden. Behalve de alvleesklier, die is heel belangrijk. Want het fermentatieproces vindt eigenlijk plaats door enzymen die in die alvleesklier zitten. Dat zijn een soort van biologische machientjes en die doen de reacties. En dan krijgt zo'n haring dus echt die karakteristieke, ziltige, ja umami-achtige smaak. Dat is vrij ingewikkeld voor een simpele chemicus vooral. Dat moet je echt een bioloog of een visboer laten doen. Dus laten we de haring bij de visboer halen. En wat wij dan kunnen doen zijn de augurkjes fermenteren die er dan mooi bij kunnen, denk ik. Na een wasbeurt kunnen de augurken in de pot. En het is belangrijk dat je er zoveel augurken in doet dat die zeg maar wel lekker vol is, maar dat je nog flink wat ruimte aan de bovenkant hebt. We gaan ook nog water toevoegen. Vervolgens voeg je daar kruiden aan toe. Bijvoorbeeld peper, mosterdzaad en dille. En dan naar de volgende stap. En dat is, we gaan het zoute water maken. Daarvoor neem je 1 liter water en 50 gram zout. En dat zout is eigenlijk heel belangrijk voor fermenteren. Want het zout zorgt ervoor dat de schadelijke bacteriën, of de bacteriën die zorgen voor rotting, dat die dus geen kans krijgen om te gaan leven. En de bacteriën die we willen, dus bijvoorbeeld melkzuurbacteriën, die gedijen heel goed in zoute condities. Dus die krijgen veel meer kans. En die gaan dan nou ja, mooie moleculen maken eigenlijk, die dus bijdragen aan de smaak van gefermenteerde groenten. Terwijl in de keuken het zout door het water wordt geroerd, gaan wij naar historicus Kim Beerde. Want we vragen ons af, wanneer zijn mensen begonnen met fermenteren? Het fermenteren van groenten, van kool, ja, zuurkool bij ons dan dus, gebeurt al eeuwen. Een ander mooi voorbeeld, dat is bij de Romeinen. 99% van de bevolking had daar echt een heel saai dieet. Dus een saai dieet, dat bestond uit pap, andere broodachtige producten. Nou, en dan 3 keer per dag als je dat al zou kunnen betalen. En op het moment dat je een heel klein beetje ja, geld over had om het leven wat leuker te maken, dan ging je smaakmakers toevoegen aan die pap, aan dat brood. En vissaus, dat is een van die beroemde smaakmakers van de Romeinen. En hoe zij dat maakten was allerlei visafval, maar ook kleine visjes in een grote pot. Zout erop, weer een laag visafval en vis. Zout erop, ga ze maar door. En dan die pot een tijdje in de zon laten staan. Dan krijg je ook een fermentatieproces. Dat wist men dus niet precies wat daar gebeurde, maar men kon het wel. En ja, vissaus was een echte delicatesse. En daar kwamen de Romeinen waarschijnlijk achter doordat iemand een pot met visresten per ongeluk liet staan. Bij de augurken die Marten en Eliane aan het fermenteren zijn, wordt niets aan het toeval overgelaten. Daar is het zoute water klaar om bij de augurken te gaan. Zout dus. Terwijl augurken zuur zijn. Dat is gek. Maar die smaakverandering, ja, die hebben we toch echt te danken aan die microchefs, de bacteriën. Dus het is belangrijk dat de augurken allemaal onder water zitten en ze dus eigenlijk niet blootstaan aan lucht en aan de zuurstof in de lucht, want dan kunnen ze alsnog gaan rotten en schimmelen. Om de augurken onder water te houden, voegen we een klein gewichtje toe. En dan op het moment dat de pot dicht gaat, dan wordt het naar beneden gedrukt en blijven de augurken allemaal onder water. Nou, belangrijk is ook wel echt dat er nog lucht zit aan de bovenkant. Dus dat er ook nog ruimte is voor ja, gassen om eigenlijk te vormen. Want dat gebeurt er ook. De bacteriën die nu aan het werk gaan, die zullen ook gassen produceren. Dus als je hem te hoog vult, dan kun je wat lekkage krijgen. Nou moet het fermentatieproces beginnen. Hè? En daarvoor hoef je hem eigenlijk alleen maar op een donkere plek in je huis te zetten. Open wel elke dag even het deksel. Dan kunnen de gassen namelijk ontsnappen en voorkom je een explosie in je keuken. Augurken hebben ongeveer een week nodig voordat ze inderdaad mooi gefermenteerd zijn. Als die week voorbij is en je hebt nog geen zin in augurken, zet de pot dan even in de koelkast. Want dat vertraagt de hele fermentatie enorm van die bacteriën. Dus dan stopt het proces. Dan hebben wij mooi even de tijd om te schakelen naar ons testpanel. Het volgende product staat klaar. Namelijk gefermenteerde kool, oftewel kimchi. Oh. Die is echt wel lekker. Oordeel? Gefermenteerde kool is lekker. En het is ook nog eens gezond.
Ons brein heeft een heel bijzonder mechanisme om dat te registreren. Als het heel erg voedzaam is, en vooral wanneer er heel erg veel calorieën, energie in je voeding zit, dat wordt geregistreerd en dat wordt gekoppeld, of dat wordt eigenlijk, je brein labelt dan de smaak met een extra stukje waardering. Als je het in je mond stopt, bijvoorbeeld een stukje chocola of blauw beschimmelde kaas of zuurkool, je registreert eerst, oké, wat heb ik nu in mijn mond? Wat is de textuur? Hoe zoet, zout, zuur, bitter is het eigenlijk? Dat proef je met je primaire smaakcortex. Maar wat je er echt van vindt, hoe je het waardeert, dat gebeurt pas een stapje verder in de secundaire smaakcortex, in de orbitofrontale cortex. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat we in de toekomst juist de meest voedzame dingen, dat we daarnaar op zoek gaan. Dat we daarnaar gaan hunkeren zelfs, dat we daarnaar gaan verlangen. Dat vinden we juist extra lekker, dat het extra belonend wordt voor ons. En daar hebben we dus dat andere stukje, dat tweede stukje smaakcortex, die orbitofrontale cortex, voor nodig. Voedzaam of niet, bepaalde producten vallen bij het testpanel niet in de smaak. Tijd voor een stukje blauwe schimmelkaas. Het ziet er gewoon echt heel vies uit, vind ik. Met die gore donkere plekken waarvan je gewoon weet dat het schimmel is. En ik heb nu echt geen zin om dit in mijn mond te stoppen. Ja, oh nee, verschrikkelijk. Nee, echt alsof ik gewoon een koeienstal in mijn mond heb. Dat is het gewoon. Alsof je gewoon een boerderij oploopt waar gewoon honderden koeien staan te schijten. Ah, gadverdamme. Ons proefpanel moet nog ietsje vaker proeven om de blauwe kaas te kunnen waarderen. In de keuken zijn Eliana en Marten inmiddels klaar met de augurken. Ik ben natuurlijk goed voorbereid, want ik ben een week geleden al begonnen. Met augurken, precies op dezelfde manier gemaakt eigenlijk. En dat ziet er dan zo uit. Ik ben benieuwd als ik eraan ruik. Ik ruik wel een sterke geur. Ik ruik zeker augurkenlucht. Tijd om te proeven. Een echte Hollandse klassieker. Zure gefermenteerde haring met natuurlijk zelfgemaakte augurk. Een bord vol bacteriën. Eet smakelijk. Ik vind hem bitterder dan een gewone augurk, denk ik. En dat is omdat er ook suiker in augurken gaat. Oh! En dat zit hier natuurlijk niet in. We zijn heel lekker. Ik vind het heel lekker. En ik vind de haring toch ook lekker. Goed hoor. Complimenten hoor aan de microchefs. En natuurlijk dank aan onze wetenschappers. Wil je nog meer wetenschap over eten? Kijk of luister dan onze aflevering over een lekker krokant korstje. Of luister waarom je altijd nog ruimte hebt voor een toetje. Eet smakelijk!